Varen langs de Limes. Projectielen schieten. Het Romeinse leger was een geoliede machine. Er waren veel soldaten, ze waren goed georganiseerd en ze hadden wapens waarmee ze over een grote afstand aan konden vallen. De soldaten gebruikten grote en kleine katapulten. Ze noemden ze ballista, scorpio en onager. Met deze katapulten konden ze stenen werpen of ijzeren pijlen schieten. Deze machines konden zover schieten omdat ze gebruik maakten van torsiekracht. Hierbij worden touwen om elkaar heen gewonden om een pees of werparm onder spanning te zetten. Als de opgewonden touwen losgelaten worden, draaien ze terug, valt de spanning weg en vliegt het projectiel door de lucht. Op een schip konden zulke hele grote wapens niet gebruikt worden. Daarom verdedigden de soldaten hun lading, en natuurlijk ook zichzelf, met een manuballista. Deze kleinere katapult lijkt wel een beetje op een kruisboog en hij kan vanuit de arm geschoten worden.